Laurien? Hey, Annemarie, wat fijn dat je er bent. Oh, jeetje. Ach, gaat het weer een beetje? Ja, ik begin langzamerhand een klein beetje weer tot mezelf te komen. Oh, jeetje, meis. Ach, nou, laat me eens naar je kijken. Hoe voel je je? Ja, gammel nog wel. Door die narcose, maar de operatie is geslaagd. Wat mooie bossen. Van wie zijn die? Die is van Karin en die van Jos. Dus die zijn al langs geweest? Ja, vanmorgen. Weet je, ik wou het eigenlijk niet zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Want anders gaat het een eigen leven leiden, snap je? Maar... wat? Nou, ik vind het gewoon heel gek dat ik via Jolande moet horen in welk ziekenhuis je ligt. Oh, maar het gaat erom dat je er bent, toch? Nee, daar gaat het dus niet om. Het gaat erom dat je sommige mensen wel een appje stuurt en andere mensen niet. En mij dus niet. Oh, maar dat was helemaal niet... Ik heb jou 10 keer geappt en je hebt niet 1 keer gereageerd. Maar lieverd, ik was onder narcose. Ach, narcose, narcose. Altijd maar die narcose. En wie is er weer derde rangs vriendin? Ik. Oh, nee, maar dat was echt niet mijn bedoeling. Nee, maar zo komt het dus wel over. Dus ik weet nu waar ik sta voor jou. Na Jos en Karin, na Willem en Marjolein, na Jolande of all people, na Tieke en Frans. Ik weet niet eens wie dat zijn. Die zijn van mijn werk. I don't care! Dan gaat ze lekker zielig doen tegen fucking Tieke en tegen fucking Frans. Hé, hey Anne, ik ben echt net geopereerd. Dus fuck you, fuck you. Ik ga wel weg. Je kunt tenminste je echte vrienden ontvangen. Dag, Laurien. Fuck you. Anne, blijf nou toch gewoon hier. En hier is je fucking bos bloemen. Anne. Mijn tas.